Mevrouw Barendrecht, u heeft uw nieuwe passie gevonden. Ja, een beetje wel. Het is ongelooflijk leuk om radio te maken en dan 3 uur lang met heel veel mensen om je heen. Ja, geweldig. Ja, wij hebben de politieke huiskamer geopend in het Eemhuis. En het Eemhuis is natuurlijk van de hele stad. En democratie is ook heel belangrijk tegenwoordig. Ja, er is van alles en nog wat te beleven. Allemaal rond de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. En dit is de opmaat naartoe vanmiddag. Eigenlijk de opening met een zeepkist. U staat op de zeepkist. Bevalt dat? Wie bent u? Ik ben Jaap Hengeveld en ik ben een van de organisatoren van de Marathon Amersfoort. Ik heb op de zeepkist gestaan en ik mocht de aftrap geven van deze bijeenkomst. En ik ben zeer vereerd. Ja, en zelfs in het Eemhuis, gratis koffie. Heerlijk. En we hebben nu de gerenommeerde televisiemaker van heel Amersfoort, Motlampen alias Chef Bode. En we hebben radiomaker Marco van der Pol. Ja, hele andere dynamiek. Veel mensen die inderdaad even komen kijken, want radio kun je luisteren, maar ook kijken. En het schijnt toch wel heel leuk te zijn, omdat er staan ook niet al te weinig mensen nu. Ja, superleuk. Rob Lampen, je bent geroemd en gefrest. Je bent een luis in de pels van de politiek. Ik weet nog, ik was een jaar of 20 en toen liep jij hier al de Chef Bode uit te hangen. Nou, ik had altijd de leus, als je denkt dat het anders kan, doe er dan wat aan. Hè, er zijn zoveel mensen die thuis blijven zitten en wel schelden of ergens iets van vinden of het er niet mee eens zijn en dan... Het minste wat je vragen kunt is, heb je al gebeld naar het stadhuis om eens te vragen hoe dat zit dan? Of heb je al jouw geweldige idee al eens ergens neergelegd dan, dat er wat kan veranderen? Dus dat is een beetje de drive. Ik hoop dat de politiek nu iets meer gaat inzien dat het ook bijdraagt aan de economie van de stad. Dat het ook zuurstof is om een stad te verrijken. Dat de stad gaat bruisen, dat mensen op ideeën komen. En daar maak ik me hard voor. Dat wil ik heel graag. Dus aan jou ligt het niet. Heeft de politiek dat inmiddels voldoende in de gaten? Ja, ze hebben het wel in de gaten. Als je ze spreekt op straat, dan willen ze het ook, begrijpen ze het ook. Vinden ze het ook mooi dat de kansen voor hun kinderen er ook liggen. En als ze op het stadhuis zijn, herinneren ze zich die sympathieke reactie van op de straat nog? Je lokt het antwoord uit. Nee, daar zit mijn pijn. Dan zie je een kanteling komen. Wat doet u hier, meneer Honk? Ik maak foto's, meneer Lampen. En waar zien we die dan straks allemaal? Allemaal bij amersfoortiest.nl. Dan wens ik u in ieder geval een heel mooi nieuwjaar toe. Een geweldige verkiezingscampagne. En dan straks met een opkomst waarvan ze in Den Haag zelfs gaan zeggen. Jee, wat is er? Amersfoort aan de hand. Lijkt me. Wat is er in Amersfoort aan de hand? Wij gaan ervoor. Wij ook.